Hey, hallo en welkom jongens. Vandaag zijn wij weer beland in onze prachtige Skyblock. En helaas zijn we vandaag ook alleen. Normaal doe ik deze serie met Robin. Maar die is er vandaag niet jongens, helaas. Deze Skyblock serie jongens is een race tussen Robin en ik. Wie het beste, oh ik viel bijna naar beneden, beste eiland kan creëren. En aangezien Robin er vandaag niet is, dacht ik, weet je, laten wij even een voorsprong krijgen. Ik krijg zojuist 1000 euro van fietscrossen. Dankjewel. Vorige aflevering heb ik dit platform hier gemaakt en ik ga jullie goed nieuws vertellen. We gaan hem helemaal weghalen. Ik heb namelijk even goed nagedacht wat ik nou echt wil doen, jongens. Want ik zat een beetje te struggelen voor mijn gevoel. En we zijn erachter gekomen dat we niet meer een eiland zoals dit willen hebben. Of we, ik ben erachter gekomen. En ik heb een paar hele leuke ideeën. En die wil ik vandaag lekker uit gaan voeren met jullie. Ik heb 1000 euro gekregen van XDQNEK. Dankjewel. En nu heeft hij zojuist 10.000 aan me gegeven. Dankjewel. Maar voordat ik de progressie wil gaan maken, jongens, gaan we heel even naar de span. Claimen wij heel eventjes hier mijn dagelijkse beloning, oftewel mijn sleuteltje. En dan gaan we die openen en kijken of we iets leuks kunnen krijgen. Waarschijnlijk krijgen we niet echt iets heel bijzonders, maar we kunnen op zijn minst even kijken. Hier. Leuk. Top. Laten we het in de marktplaats zetten. Ik verkoop het voor 5.000. We hebben zojuist weer 10.000 ontvangen van X. Weet je wat het is? Ik heb nu 32.000 euro. En zometeen, volgende aflevering komt Robin er weer bij. En dan ben ik in één keer een hele... Ja, dat is misschien wel grappig. Dan ben ik in één keer heel rijk. En dan ga ik hem gewoon een beetje geven ook. En dan raak hij gefrustreerd dat ik zoveel geld heb ineens. Oké, dan kopen we even wat dirt op. En best wel veel ook gewoon. Ik bedoel, ik heb nu toch genoeg geld. Dan gaan we hier naar beneden. Hier ook. En dan hier ook. Komt-ie? Zo. Want wat ik wil gaan doen, jongens. Ik wil toch het platform hier beneden even groot maken. Ik had gezegd, we gaan alleen vliegende eilanden doen. Maar dat vind ik een beetje raar eruit zien. Ik vind het nou niet echt heel bijzonder eruit zien of zo. Dus we gaan mijn platform zo groot mogelijk maken. Nou, dat ook niet helemaal waar. Jullie zien wel wat er even gebeurt. Jullie zien het wel. Dan moet dit nu eventjes allemaal gras worden. Kopen wij eventjes wat dark oak hout kopen wij op zo. Dan gaan we dat nu netjes hier gebruiken. We gaan namelijk even een hele andere kant gaan we ineens op met onze skyblock, jongens. Ik wil even een goede voorsprong op Robin. Zo, kijk, nu hebben we dit gedaan. En moet jullie voorstellen dat dit dan binnenkort allemaal gras is. Dan ziet het er mooi groen uit. Dan komt hier al gelijk het volgende eiland. En die wordt precies dezelfde vorm. En ik hoop dat ik dat red qua breedte. Ik twijfel erover, maar daarvoor moet ik mijn borden misschien maar even aanzetten. Oh, dat redden we makkelijk, jongens. Vullen we dit ook helemaal op. Dan hebben we precies hetzelfde rondje gemaakt. En dan heb ik nu extreem verdrietig nieuws. Maar, misschien... Heel raar dat we dit nu gaan doen. Maar we gaan de grote boom hier gaan we weghalen. We gaan de boom met weghalen. En we gaan het Diamond of Cobblestone Generator Island gaan we ook weghalen. En dan vraag je af, Max, wat heb je dan de afgelopen 4 afleveringen gebouwd? Ja, ik weet het jongens. Helemaal niks, want het gaat weg. Het wordt weggehaald. Het is allemaal voor niks geweest. Nou, ik zie jullie wel als het weg is. Jongens, het is heel stom. 4 afleveringen kost het om dit hele gebouw hier te bouwen. Om deze hele basis te bouwen. En 10 minuten om hem af te breken. Zo simpel als het is. Het is eigenlijk best wel sad als je erover nadenkt. Maar mijn ideeën waren op met de... Nou, op wil ik ook niet zeggen met de boomhut. Maar mijn ideeën waren nou niet heel bijzonder, vond ik het zo. Dus ja, de boomhut is weggehaald. En zo 4 afleveringen aan progressie. En we zijn pas bij aflevering 5, dus... Dan heb ik heel veel junglehout en zo. Waar ik eigenlijk niet eens weet wat ik ermee wil. Want ik wil ook niet meer met jungle verder gaan. Want ik vind het junglehout gewoon niet zo mooi. Ik vind dit hout bijvoorbeeld gewoon veel mooier. In de tussentijd hebben wij ook, zoals je rechts in beeld ziet, 40.000 euro. Mensen blijven maar geld overmaken. En ik kan wel terug blijven storten en zo. Maar dat doe ik liever niet. Laten we ook even weer wat gras kopen. Letterlijk 1 blokje zou genoeg zijn. Omdat ik hier zo, hoppakee, dan wordt de rest wordt wel gras. Dan heb ik dirt nodig. Hebben we er genoeg van nog? 14 moeten we even iets meer hebben. Dus gewoon even weer best wel veel kopen dan. Hier even wat water plaatsen. Dan kan ik er namelijk onder. Ik wil namelijk ongeveer op deze hoogte gaan werken. Klopt dat? Ja, dit klopt zo. Dan kan dit water hier weg. Dit hier ook. En dan kunnen wij een groot platform hieronder bouwen. Althans, groot, redelijk groot platform. Ja, en dan is het nog even een mysterie wat ik ga doen, jongens. Dat was net zoals met de bomen. Het was ook een beetje een mysterie. Maar dit is wel helemaal een mysterie. En dit gaan we niet weghalen. Als we nu gaan bouwen, dat blijft. Dat blijft, dat beloof ik jullie. We gaan niet nog een keer de basis weghalen. We zijn druk bezig met het platform hier helemaal bouwen, jongens. Ik laat de gaten hier laat ik open. Omdat daar komt op een gegeven moment een ander soort vloertje in. Ga ik nog niet verklappen wat voor vloertje daarin komt. Maar... Wat mijn planning is, is om hier een soort van 2 kleine ronde vierkante huisjes te bouwen. En daarbovenop dan of een toren. Dus dat het of een hele hoge toren, zodat ik altijd gewoon verdieping omhoog kan bouwen. Of
Een farm. Maar we kijken wel even. In ieder geval, ik wil hier op de onderste verdieping wil ik wonen en zo. Dus laten we dit hele platform hier even lekker volbouwen nog. Dat ik gewoon genoeg loopruimte heb. Weet je, want dat heb ik nu voor mijn gevoel niet echt. Zo, oké, dan gaan we nu... Oeh, wacht, nee, dit klopt nog niet helemaal. Hier moet nog een paar blokjes verder. Dan gaan we nu een leuk blok uitkiezen wat wij als vloer willen. En ik heb bij een andere YouTuber een heel leuke blokkeuze gezien. Blokkeuze. Kan je namelijk in de shop kan je die halen. En dat is Packed Mud. Is wel heel duur, maar we hebben nu toch genoeg geld. Daarmee wil ik het hele vloertje hier opbouwen. En waarschijnlijk ziet het er voor jullie nu zo raar uit allemaal van... Waarom? Wat is dit? Wat ziet er toch niet mooi uit dit? Maar een beetje vooruit denk je, jongens. Kom op. Zo, dan moeten we wel meer bij kopen. Want ik heb nog maar 12 over. Dus dat gaat wel een duur grapje worden dit. Ik moet nog 2 stacks kopen. Best wel duur. Dat is uiteindelijk heeft het me heel wat gekost. 12k of zo. Of 13k misschien zelfs. 13.000 euro voor alleen een vloertje. Hoppakee. Dan is dat ook weer gedaan. Dan nu... Wil ik, want de kist ligt bovenop. Dus laten we even naar boven gaan. Halen we daar even mijn hout uit. Zo. En dan plaatsen we hier en hier. Gaan we even naar de shop. Want ik wil ander soort hout ook gebruiken. Namelijk spruce-hout. Dat gaan we ook kopen. Zo. En we gaan in de shop natuurlijk kopen dark oak nog steeds. Zo. Die Robin gaat niet weten wat er mee is overkomen, jongens. Dat is het leuke aan deze aflevering. Robin komt volgende keer komt hij terug. En dan ziet hij dit allemaal en denkt hij echt... Waar is de boomhut? Waar is de basis die ik ken? Het is een vervelende Chinese tempel. Kijk, dan maken wij hier maken wij ons trappetje. Zo. Hoppakee. Een leuk trappetje naar beneden. Kunnen we altijd weer terug omhoog, weet je. Kijk, dit ziet er al goed uit. En dan nu, jongens, wat ik de hele tijd al van plan was, is dat huisje bouwen. En hoe gaan we dat doen? Moeten we heel even kijken hoe we dit heel leuk kunnen gaan doen. Is dit leuk? Oeh, dit is wel leuk, denk ik, om het op deze manier te doen. Zo, hoppakee, ja. Zeker. Helemaal rondom. Gaat ons wel veel hout kosten, maar ik denk wel dat we genoeg hebben. Maar niet genoeg voor allebei de ronde platformpjes. Dat was ik even vergeten dat ik ze allebei moet doen, natuurlijk. Oh, maar ik heb nog meer. Jongens, ik had gewoon nog meer. Nog steeds denk ik net niet genoeg, maar het gaat ons wel heel veel geld schelen. Ik denk niet dat ik nog veel meer moet kopen. Ik kom er best wel... Nou, weet je, laten we even goed gewoon een stack kopen. Gewoon voor in de toekomst, weet je. Het kan nooit kwaad. Het kan nooit kwaad. Zo, kijk, dit ziet er goed uit. Dan nu hier overal op de randjes doen we even dit soort dingen. En dan moet eigenlijk aan de andere kant moet ook de trap, jongens. Dat je dan hier zo kan lopen. Dan even slaps maken. Beetje een interessante blokkeuze om dark oak en spruce tegelijkertijd te gebruiken. Maar ik vind het op zich wel leuk. Alleen, wat ik ben vergeten, is dat ik dit even goed gewoon lekker ga carven. En het helemaal niet ga carven. Zo, kijk, dan gaat het er zoveel mooier uitzien. Hoe kan ik dat vergeten? Hoe durf ik dat te vergeten? Oh, mijn ex is een stuk. Laten we er eentje maken. Hoppakee. Oh, dit is zoveel fijner dan de boomhut, jongens. Dat moet ik echt toegeven. Ik vind het echt een stuk fijner hier. De boomhut was zo krap en ik kon niet zoveel. Ik kon er gewoon echt net te weinig. Hier heb ik zoveel meer opties. Maken we het trappetje inderdaad ook even aan de andere kant. Dat is, lijkt me wel logisch gewoon dat hij hier ook zit. Zo. Oh, dat is clean, jongens. En wat doen we hier dan? Hier doen we het zo. Oh, ja. Ja, dit ziet er goed uit. Doe dat ook gelijk even aan de andere kant hier. Zo, 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 zo. Kijken. Oh, jongens, dit is leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Hier gooien we het op deze manier een beetje dicht. Kijk. En waarom? Is nu heb je gewoon een platform. Ja, heb je vierkantje. Zo, dan hebben we dat overal gedaan. En het begint er al heel vertrouwelijk uit te zien hier binnen. Enig is dat het plafond wel een beetje laag is. En dat kan ik oplossen door gewoon echt een compleet trapdoorplafond op deze manier erin te doen. Dat zou kunnen. En dan op plekken zoals hier wel gewoon eventjes stairs te plaatsen. Het zou op die manier, ja, te doen zijn. Alleen dat is wel heel veel trapdoors, moet ik zeggen, hoor. Dat is wel echt heel veel trapdoors. Misschien een beetje te veel. Nou, we gaan het gewoon doen, jongens. We gaan het gewoon doen. Heel duur, maar... Oeh, wacht, hier heb ik nog niet alles gedaan. Ook even wat lanterns hier hangen, want het is hier veel te donker. Of weet je, die plaatsen wel even op de grond hier en daar. Gewoon even wat licht. Nou, ik ben benieuwd hoeveel dit gaat kosten, jongens. Een plafond van helemaal trapdoors gewoon. Dat wil heel duur zijn. Ik denk mijn duurste aankoop tot nu toe. We hebben 19.000. Oh, wacht, trouwens, dat hoeft nog niet. We hebben nog heel veel hout. We hoeven nog niks aan te kopen. We kunnen op zich... Nou, we hebben nu 1,5 stek. Is best wel veel, maar niet genoeg. Oké, het zit erin. Het is laag, maar het heeft wel wat, jongens. Want... Dat zeg ik. Dit is niet mijn uiteindelijk grote basis hier beneden. Uiteindelijk wil ik hierboven gaan wonen en hier vooral mijn dingetjes gaan doen. Laten we hier wel even lanterns plaatsen, want het wordt nu wel heel donker. Uiteindelijk wil ik hierbovenin een beetje mijn basis hebben. En dan hieronder is gewoon ook leuk, weet je, hieronder. Het zijn gewoon ook leuke dingetjes. Hebben we wel heel even wat mooi steen nodig, maar dat is volgens mij niet zo... Ja, het is wel duur, is duur, is duur. We hebben nu nog maar 16.000, maar ja, hij nog steeds meer de Robin. Dat is het voordeel. Kijk, wat we dan hier gaan doen... Zo, dit gaan we dichtbouwen. Dus dan komen we alweer, krijgen we wat trapdoors terug. En het leuke is, jongens, we hebben hier nu ook gewoon een doorgang van het ene huis naar het andere huis. Hoe leuk is dat? Hier, kijk, dat is hier ook gewoon. Ik heb nog genoeg blokken voor de vloer ook gewoon. Om dit gelijk mooi te maken zo.
Hier, dan loopt het door en hebben we best wel een groot huis zometeen, hoor. Daar moeten we ons echt niet in gaan vergissen. Hoppakee, kijk dit nou. Hier, nu alleen nog even dit steen mooi afwerken hier van binnen. Het ziet er een beetje gekkig uit. Van buiten ziet het er op zich ook wel leuk uit. Zeker als we hier nog even trapdoors toevoegen. Oeh, maar dat kunnen we hier fixen, die hoekjes met het steen. Door daar gewoon, als het goed is, een beetje donker hout in te doen. Want dan bedoel ik ook, gaan we dit niet carven, weet je? Houden we dit ook gewoon het hout zoals het is? Om een beetje contrast toe te voegen. Oh ja, jongens, dat is leuk. Dit is leuk. Mijn eten is op, maar gelukkig kunnen wij met de kit... Even kijken, kunnen we hier kit eten? Juist, hoppakee, dan hebben we weer wat eten. Die kan je elke dag kleven. Lekker handig. Laten we dan van al dit hout dat ik hier heb even heel veel kisten maken. Zo. 32 kisten. Nou, dat is wel genoeg. Want dan kunnen we zo... Kijk. Oeh, dat is wel even een dingetje. Nou, dat zit wel goed op deze manier. Kunnen we even heel veel kisten plaatsen. Maken we de uitgangen en de ingangen even mooi een beetje rond van binnen. Dan hier komen crafting tables overal in de hoekjes. Dat hebben we natuurlijk nodig. Hebben we daar genoeg hout voor? Ja, jawel. 1, 2 en dan... Toenk, toenk. Crafting table 3, 4 hebben we gewoon een efficiënt kamertje. Maken we even... Oeh, wacht, ik heb boven heb ik dat hout liggen. Ik wil zeggen, dan maken we even deuren. Zijn dark oak deuren leuk of spruce deuren in dit geval? Laat ik even kijken wat leuker is, jongens. Voordeel is dat ik allebei gewoon kan maken. Wat zou leuker zijn om hier zulke deuren in te doen? Oeh, die vind ik misschien niet helemaal mooi. En van binnen passen die er wel weer bij van binnen. Van binnen passen ze wel weer. Als je het zo ziet, dan heeft het alweer wat. Maar wat nou als ik het nou... Spruce deuren maar... mijn stem. Welke deur is leuker? Rechts past meer. Maar links is wel wat unieker. Dat geeft het weer een extra uniek kleurtje. Dat de deuren wat donkerder zijn. Maar we doen wel eventjes gewoon spruce deuren. Dat vind ik toch net even meer wat ik zoek. Zo, kijk. Ja, dit past er even wat meer bij. Oké, wat gaan we met de lampen doen? Want die zijn nu heel lelijk. Oeh, ik heb een idee. Laten we een tapijtje toevoegen en daar lampjes onder doen. Hé, ik heb 7000 gekregen van Stereo Terror. Dankjewel, gaan we gelijk uitgeven aan Wolf voor een leuk tapijt. Dit is toch ideaal, jongens. Hier kan ik gelijk naar de winkel blokken. Kan ik ergens wol halen? Ja, tuurlijk kunnen we wol halen. Dan gelijk de stek. Doe eens gek. Halen we ook nog eens even wat kleuren. Welke kleur wol gaan we gebruiken hiervoor op de vloer? Groen. Laten we gewoon een stek groene dye kopen. En dan ook gewoon een beetje donkerachtig groen. Maken we de groene wol van zo. Maken we allemaal mooie carpets. Best wel veel. Zo. Nou, laten we maar nog meer doen. Zo, hoppakee. Want, kijk jongens, dan kan ik hier in het midden... Oh, maar ik heb... Wacht, dan heb ik mijn water weer even nodig. Doen we hieronder doen we heel even een mooi zo vloertje als dit. Hoppakee. Kijk, hier kunnen we dan gewoon heel wat lanterns plaatsen. Gewoon drie, laten we zeggen 4. Zo, waarom niet? Carpets erop. Kijk, let op, hè jongens. Ik ga een beetje gekkig doen. Gek idee, maar gaan we het wel mooi uitvoeren natuurlijk. Komt hier ook eentje. Zo. Kijk, nu hebben we een heel leuk groen tapijt. Hebben we overal de lenses weggehaald. Maar evengoed is er gewoon licht, jongens. Dat komt omdat we daar slim over nagedacht hebben. Hier wil ik ook nog een beetje de wol zo hebben als dit. Hoppakee. Oh, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er leuk uit ook. Gewoon met zo'n groen tapijtje en zo. Dan een leuke vloerkeuze hebben we gemaakt. Ja, ik ben erg tevreden. Ik ben erg tevreden over de gezelligheid die wij hier nu binnen hebben. Dan wil ik eigenlijk zelfs nog hierboven in het midden wil ik glas hebben. Of nou, niet eens glas. Hier wil ik gewoon een open plekje hebben, denk ik. Hier een beetje zoals dit. Is dat niet leuk? En dan hier een beetje zo. Oh, even kijken. Hier bewijs van zo, zo. Kijk, een beetje zoals dit. Is dat niet leuk? Dat we gewoon een open plekje hierboven hebben. Zo. Dat is toch mooi? Dit vind ik leuk. Ik weet niet waarom. Dat is gewoon... We maken deze beest heel random. En ik vind het wel wat hebben allemaal. Ik vind het serieus wel wat hebben allemaal. Nou, de andere aflevering wil ik deze kant gaan doen, jongens. We hebben nu in ieder geval dit gedaan. En wat is de skyblock niet meer te herkennen? Wacht, dit ziet er waarschijnlijk van boven wel heel random uit. Dat er daar in één keer een gat zit. Maar nou, op zich, het is niet eens zo heel erg als je het zo ziet. Het heeft ook wel weer wat. Als we hier nou gewoon bij wijze van een farm van maken, weet je. Dan dat ziet het toch goed uit. Als het een farm is. Dan zie je vanaf hierboven zie je ook gewoon het graan uitsteken. Zo vanaf beneden. Oké, laten we mijn spulletjes even wegleggen. En dan gaan we heel even naar de spawn. Want ik wil zoals gewoonlijk elke aflevering even één keer gevist hebben in deze grote visvijver met de rest. Het is nu wat rustiger dan vorige keer. Maar ik gok dat we toch altijd wat leuks kunnen vissen. Bijvoorbeeld goede tools. Ik wil nog steeds een keer een goede ex, want die heb ik niet. Dus we hebben nu 30 vissen gevangen. Laten we vandaag weer 10 vissen erbij vangen. En kijken wat voor leuke dingen wij allemaal op kunnen vangen. Want het gaan niet alleen maar vissen worden. En de eerste is wel een vis, maar dat maakt niet uit. Tweede waren 2 vissen, dus dat scheelt. Zijn we in ieder geval op 3 visjes met 2 keer de hengel gebruiken. Maar ik wil liever wat andere dingetjes dan visjes, jongens. Kom op. Oeh! Een tripwirehoek. Ik ben zo erg geprankt. Ik dacht dat ik een sleutel had voor een van de crates daar. Ik denk, nee, we hebben gewoon een ultrasleutel of zo gekregen. Maar nee hoor. Oh, iemand heeft mijn haak. We hebben nu een leeg bakje. Kom op jongens, geef ons nou wat beters. Hé, hey, hij heeft hem opgepakt. Ik had een pufferfish. En die heeft hij nu gestolen.
Oeh, speciale schat. Een boekje. Unbreaking 3. Hou op. Ga eens weg. Ga, laat me met rust. Ik ga een ander plekje zoeken. Ga vissen met onze linkerhand, jongens. Het voelt heel raar om je vis helemaal in je linkerhand te hebben. Nog twee keer iets vangen, jongens. En we hebben echt nog helemaal geen drol gevangen. Gewoon echt nog niks bijzonders. En mensen zitten me de hele tijd ook te irriteren. Ik mis Robin. Ik heb 10.000 euro gekregen van iemand. Hoppakee. Dat is wel een voordeel, jongens. Ik ben aan het irriteren iedereen die hier in de weg staat. Maar we hebben weer 10.000 euro gekregen. Inmiddels hebben we ook gewoon 54.000 euro. Maar dat is wel heel oneerlijk, jongens. Dat is zo oneerlijk tegenover Robin. Laten we nog twee dingen vangen. En dan heb ik een leuk idee wat we gaan doen met die 50.000 euro. Oh, mijn god. Weer iets nutteloos. Mijn laatste vis. Kom op. Ik wil nu iets cools. En ik word weer... Oh, jongens. Dit gebeurt de hele tijd. Dit gebeurt gewoon echt de hele tijd. Ik kan gewoon niet normaal vissen hier. En we hebben wat gevangen. Het was weer een vis. 10 vissen gevangen, jongens. En het is... Of 10 dingen gevangen. En allemaal troep gewoon. Letterlijk. Ik ga het gewoon weggooien. Nou, ik heb 1 Unbreaking 3 boekje. Laten we die gelijk verkopen. Marktplaats sell. Voor 3000 euro gaan we deze verkopen. Prima. En weet je, ik vind het heel oneerlijk tegenover Robin dat ik zeg maar zoveel geld heb gekregen deze aflevering. Dus Big Chef Kok Jesse. Omdat jij zo keurig netjes aan het vissen. Oh, je hebt je visje zelfs gemist door mij. Geef voor jou 30.000 euro van het geld dat ik heb gekregen. Want ik vind het een beetje lullig. En Rick, omdat jij varkentje bent, krijg jij 10.000. En de rest hou ik zelf. De rest houden we zelf. Jongens, ik vind het oneerlijk om zoveel geld te hebben. Zeker tegenover Robin, die kon er deze aflevering niet bij zijn. Dan komt hij terug. Ben ik in één keer bijna een miljonair geworden. Zou ook een beetje oneerlijk tegenover hem zijn. We hebben een leuke progressie gemaakt, jongens, vandaag. We hebben het hele eiland aangepast naar een heel ander stijl. Een hele ander idee wat we allemaal gaan doen. Het gaat er nog veel leuker uitzien. We kunnen nu veel meer dan dat we met de boomhut konden. Vooral van binnen vind ik het er nu gewoon heel gezellig uitzien hier. Maar voor nu ga ik deze aflevering afsluiten. Volgende aflevering ben ik weer samen met Robin. Heb ik al meerdere keren gezegd. En dan gaan we weer de wedstrijd doen. Wie het beste en coolste en mooiste eiland heeft. Laat even in de reacties achter. Hashtag Team Max of hashtag Team Robin. En vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. En heb je nou geen idee waar ik het over heb met een wedstrijd en zo. Kijk dan lekker deze video. Want dit is namelijk het vorige deel op Skyblock. Daarin is het even wat duidelijker voor jou misschien. En dan kan je die ook kijken. En kijk gelijk even de hele serie. En nu spreek je later. Vaas, zwaar, tilt, vier, flesje bier. Tot de volgende keer.